Goeiedag. Eigenlijk hebben we sinds afgelopen vrijdag al te maken met een onstabiele atmosfeer, wat hogere temperaturen en daarin kwamen gemakkelijk stevige buien tot ontwikkeling. Van die typische voorjaarsbuien met een hele lage treksnelheid, zoals we dat zo mooi noemen. Betekent heel simpel gezegd dat die buien zich niet of nauwelijks verplaatsen, heel lang boven dezelfde plek blijven hangen, helemaal uitregenen. En dan kan het lokaal dus tot wateroverlast komen, zoals we hier op de foto zien, genomen door mijn collega Wouter in de provincie Gelderland. Nou, dat was vrijdag al aan de orde. Bevrijdingsfestivals hadden daar last van. Zaterdag kwam het tot wateroverlast in Haren in de provincie Groningen. En ook deze zondag moeten we nog rekening houden met lokale wateroverlast door deze zogeheten pulsbuien. Als we dan even het radarbeeld gaan bekijken van deze zondag, eind van de ochtend, valt op dat het noorden van het land met wat lichte buien te maken had. Boven het midden lagen wat buien. Boven België een wat groter buiengebied. En als we het radarbeeld even laten lopen, dan zien we dat aan het begin van de middag hier op het grensvlak tussen Limburg en België al zo'n stevige bui op het radarbeeld tevoorschijn kwam. En ook hier vlak voor de kust, echt zo'n fel oranje puntje op het radarbeeld. En dat zijn dus die typische buien waar we mee te maken hadden. Nou, dit is het actuele radarbeeld, maar wat maken de weermodellen daarvan? Hoeveel neerslag wordt er dan verwacht bij die buien? En dit soort weersituaties zijn heel moeilijk te voorspellen om te zeggen waar die neerslag precies gaat vallen, waar die plensbuien wateroverlast kunnen opleveren. Maar de modellen geven vaak wel een goede indicatie waar het zwaartepunt van die buien komt te liggen. Nou, zondagochtend nog niet al te veel aan de hand. Dit is overigens een animatie van een Duits weermodel met een hoge resolutie. Dan ga ik hem even aanzetten. Dat loopt vrij snel, maar dan zien we echt dat op zondag het zwaartepunt van die buien boven het westen, midden, zuiden en zuidoosten van het land komt te liggen. Zien we echt die paarse kleuren terugkomen in de modelberekening. En in die gebieden kunnen de neerslaghoeveelheden door zo'n plensbui dan oplopen naar 20 mm of zelfs wat meer. Er zijn een aantal berekeningen waarin zelfs uitschieters richting 50 mm worden berekend. Dus dat geeft wel aan dat die buien helemaal uitregenen en al het regenwater loslaten wat ze bij zich hebben. Nou, als je goed hebt opgelet zag je ook dat aan het eind van de animatie vanuit het westen ook de neerslagsommen geleidelijk weer aan het oplopen waren. Nou, dat is een ander type neerslag waar we na het weekend mee te maken gaan krijgen. Want die buiigheid, dat laten we eventjes een beetje achter ons. Maar we houden wel dat wisselvallige weer vast. Nou, als we dan even naar het grootschalige plaatje gaan kijken op maandagochtend, dan zien we dat er boven de Atlantische Oceaan een lage drukgebied ligt. Daar de meeste wisselvalligheid. En ten oosten van ons daar is het een stuk stabieler met een hoge drukgebied. En wij bevinden ons net een beetje tussen die twee vuren in. Maar ik kan alvast verklappen dat de wisselvalligheid het dus gaat winnen. Dus dat het lage drukgebied aan zet gaat zijn. Nou, op maandag hebben we dan met dit front te maken. Het is eigenlijk meer een occlusiefront. Die kan ik hier helaas niet tekenen. Een beetje een combinatie tussen een warmtefront en een koufront. Maar dat gaat gewoon regen bij ons opleveren. Maandag overdag in het binnenland nog een enkele bui in die warme en vochtige lucht. Het gaat daar ook nog wel 20 graden worden. Maar later op de maandag gaat eerst de hoeveelheid sluierbewolking toenemen. Dan gaat het front overtrekken. En die blijft dinsdag ook nog wel een beetje boven ons land slepen. We zien het hier ook weer wat activeren. En daarna komen we in die westelijke stroming terecht. Maar aan het einde van de week gaat er wel wat veranderen. Gaat het weer wat stabiliseren. En dat hebben we te danken aan het Azoren hoge drukgebied. In deze tijd van het jaar ligt die vaak rond die Portugese eilandengroep. En aan het einde van de week gaat die proberen om een uitloper richting onze omgeving te maken. En dat zien we hier gebeuren. En dat betekent dat wij ook een wat hogere barometerstand krijgen. Dat die buiigheid wat afneemt. Het enige wat daarbij wel een klein beetje een spelbreker is, is dat de wind dan wat meer uit het noorden tot noordwesten gaat komen. Dus dat het vooral in de kustgebieden wat temperatuur betreft een beetje gaat tegenvallen. Omdat daar natuurlijk dat frisse water van de Noordzee wat dichterbij is. Dus dat is een beetje wat ons wat luchtdruk en neerslag betreft te wachten staat tijdens deze week. Als we dan even de temperatuur gaan bekijken. Maandag kan het dus nog 20 graden worden voor die regenzone uit. Zien we hier in de pluim ook nog mooi terugkomen. Maar daarna duikelt de temperatuur toch een klein beetje omlaag. Komen we een beetje rond dat gemiddelde voor de tijd van het jaar uit. Zo'n 15 tot 18 graden. En later in de week, als het dan weer wat stabieler wordt, gaat het geleidelijk ook weer een stukje warmer worden. uren komt die 20 graden weer in zicht. Als we dan nog even de neerslagpluim erbij pakken. Eerst dus volop wisselvalligheid. Maandag is die neerslag vooral voor de avonduren weggelegd. Echt in de nacht naar dinsdag. Lokaal in de middag dan nog een bui. Nou, de dinsdag en de woensdag zijn helemaal verregend grotendeels. Donderdag wordt het dan weer wat droger. En daarna komt dus die uitloper van dat Azoren hoge drukgebied. Tijdelijk een wat drogere periode op de vrijdag en de zaterdag. Maar het lijkt van relatief korte duur. Daarna toch weer wat meer wisselvalligheid, oplopende neerslagkansen in de pluim. Nou, als we dan nog eventjes in de weersymbolen gaan kijken hoe dat eruit ziet. Dinsdag en woensdag een zuidwestelijke stroming om de haverklap. Regengebieden of buien, gewoon heel wisselvallig weer. Temperatuur dan ook wat lager met zo'n 15 tot 17 graden. En als ik dan even een stapje opzij zet, kijken we heel voorzichtig even naar de donderdag. Want die ziet er dan alweer wat droger uit. De temperatuur gaat weer richting die 18 graden. En op vrijdag en zaterdag gaan we landinwaarts dus weer 20 graden halen. Maar zoals ik net al zei, op de Waddeneilanden, vlak aan zee, daar wel een stukje kouder. Eerst nog wisselvalligheid, maar daarna geleidelijk weer wat stabieler.